Ze hebben physics. Ik weet niet waarom ik dit zo leuk vind. Oh, waarom zie ik ook overal ledematen uitkomen? Oh, dat zijn mensen. Yo, kijkers, mijn naam is Dante en welkom een nieuw video van Roblox. Vandaag spelen we het spel Escape. Papa Pizza's Pizzeria. Hier zijn we voor de pizzeria en hier is dus Papa Pizza's. Ik denk dat je wat beter voor je tanden moet zorgen, man. En die ogen zien er ook niet zo goed uit. Maar och boy, die snor. De moustache, die is wel on point hoor, meneer de papa. Maar in ieder geval, we drukken maar op play. En dit is dus een soort type obby wat heet scary themed obbies. Platinum Fails kwam daarmee, dat is een obbymaker. Hij heeft ook iets dat heet Escape Siren Cop. En het is dus een obby. Maar dan zijn er ook een soort escape stukjes waar je wordt achtervolgd. En dan zijn er een beetje jumpscares. Het zijn mild jumpscares. Het is niet heel erg, maar het is er wel. Dus als je dat niet wil, dan moet je niet kijken. En hier is het dus, de pizzeria. Jemig, je mag wel even wat betere schoonmakers in gaan huren, joh. Jemig, wat een schande, papa. Oké, wat zijn dit ook voor... Oh, nee. Oké, dat zijn normale servetjes. Laat maar hier de salt en pepper. En oh, jemig, is hier een riot geweest? Ik zie wel erg veel bloed. En volgens mij worden de pizza's in deze pizzeria gemaakt door mensen. Maar dat weet ik niet zeker. Zoiets stond in de beschrijving. Nee, Sans! Niet alleen mensen, maar zelfs Sans is meegenomen. Oké. Nou, binnenkort kan iemand Sans gaan eten op de pizza. Oké, turn back now. No, I don't think I will. Let's go hier. Ik wil wel even samen met iemand. Ik wil niet alleen. Oké, we nemen de elevator down. Oh, en hij... Oké, hij gaat wel terug. Oh, dit is scary. Dit is wel sick, hoor. Hoppa, de lift down. Doom. Oh, yo iedereen. We zitten samen. Wat? Oh, nee. Wat? Tot nu toe is dit een kwaliteit obby. Zie dit. De spikes. Ik heb nog nooit zo'n clean animatie in Roblox gezien. Waarom zie ik ook overal ledematen uitkomen? Oh, dat zijn mensen. En skeletten. Oh, ja. Oh. Met die geluiden ook. Oh, ja, die geluiden. En oh. Ik heb hier geen woorden voor. Dit is best wel gory. Hoe mag dit op Roblox? Go back now. He's here. Doom ahead. Oh, no. Gaat hij nu eens inspannen? Hij spant toch niet nu zomaar in, hè? Dat wil ik niet. Dat gaan we niet doen. Als het echt tegen de tijd is qua dat ik ook moet parcouren. I can see you. Wat? Oh jee, hier gaat hij inspannen. Oké, we moeten daar in het hoekje. Oké, volg de pizza's. Ah! Oh nee, daar is papa! Oké, dit is eng. Volg de pizza. No! Hij is zo close. Hij is zo close. Oh, dat is zo close. Dat is wel sick, hoor. Dat is een soort van achtervolgstukjes. Dat heb je. Dat is nieuw voor een obby. Dat is wel een cool idee. Oké, hier, we zijn nu in de sewers. Is dit allemaal van klanten of is dit van papa zelf, zeg maar? En hier is Lankybox YouTube. Lankybox YouTube. Geen idee wie dat is. Hier wandelen we over de mega realistische pijpleidingen. Oké, en hier klimmen we omhoog met de ladder. Oh, nee, maar hier komt de pizzeria man weer. Ja... Eerst werd ik wel een beetje bang van die messages. Maar nu stop je dat gewoon overal. Nu is het bijna lachwekkend. Stop gewoon. Oh, never mind. Ik zie daar een mens in een kokon. Huh, maar hij staat in de spiegel. Oh, dat is eng. Zo, volg me. Oh, nee, dat is eng. Ik hoor geluid. Don't touch the cobweb. Word ik dan ook eens zo'n spinmannetje? Ik wil niet in een spinnenweb. Oh, wat zielig. Hoe heeft deze man controle gehad over de spinnen? Oké, ik heb aardig wat cobweb geraakt al. Maar blijkbaar is dit goed. Oh, nee. No! Oh, was dat de bedoeling? Dat was een trap. It's a trap. Oké, volgens mij had iedereen wel door dat dat een trap was. Oh, no. Oké, we zijn dus naar beneden gevallen. Oh, this is scary. This is scary. Oh, oké, dus we kunnen niet over... Oké, we kunnen niet over de pressure plate. Oh, right to the chest. Oké, dat was een beetje dom. Oké, niet over de pressure plates. Hop. Yes. Oké. Hij heeft dus ook traps. Hij heeft dus een soort van secret dungeon. Geen idee waarom. Dat snap ik niet. Maar hij heeft dus allemaal traps. Ik snap ook niet waarom we zomaar in de pizzeria lopen. Om zo diep mogelijk in deze man zijn dungeon te lopen of zo. Je gaat gegarandeerd gewoon dood. Why would you? Oké, maar in ieder geval, we springen hier naar boven. Here we go. Oh, god. Die laatste jump failde echt bijna. Up. Oké. Wow. Dit ziet er ziek uit. Dit is oprecht echt een high quality tycoon. Ik zie wel recycled parts van oude tycoons die hij heeft gemaakt.
I see it all, I see it all. Dit is wel echt een van de meest... Dit is wel een van de beste tycoons in tijden. Misschien wel de beste. Dit is wel... Tot nu toe is het heel erg goed. Ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. Want zo te zien is stage 19 de laatste. En we zijn dus nu bij 10. Dus er is nog een hoop wat nog gaat komen. Easy. Oh no. Het is er weer. Oké, je moet er kijken. Get to the vent. We moeten denk ik de pizza volgen. Maar deze aimt een hele andere kant op. Oh nee, we kunnen niet echt de pizza volgen. Ah! Oh nee! Nee, papa pizza! No! Oh, het is hier! Oh! Pff, het is gewoon daar! Je moet gewoon hier lopen en dan rechts. Oh. Die lach. Yo man! Yes, we hebben het gehaald. Oké, you won't escape. Oh no. Ja, maar wij zijn degene die hier vrijwillig ingingen in the first place. What do you mean, escape? Als we gewoon letterlijk teruglopen, dan halen we dit wel. Oké, we moeten oppassen. Oké, ik weet niet wat deze random glass panes zijn. Oh, dat is wind. Wat? Stilstaande wind. Oké. Oh. ze hebben physics. Ik weet niet waarom ik dit zo leuk vind. Oh! Jemig, Sans, pas op. Oké, er vliegen ledematen door de kamer. Pas op. Oeh. Thank you very much. Ik heb hem niet eens. Hallo? Ja, waarschijnlijk heb ik dit item nodig en heb ik hem nu niet. Er is kans dat deze hele obje niet meer werkt. Find the crow. Ja, yeah, I already did. Oh. Yeah. Oh, dat was ziek. Animaties. Dat is een sick animatie. Gotta give him that. Oké, oeh, dan gaan we weer naar boven in de lift. Wow, dit is sick. Maar ook gewoon echt een real-time lift die oprecht best wel goed werkt. You outdid yourself, meneer Platinum Falls. Het is best wel sick. Oké, dit is echt een lange elevator ride. Ik zie ook helemaal niks. We worden gesquished. Oh nee, laat maar. Ik dacht even dat we gewoon... Einde. Oké, oeh, nee. Oh, wat? Je ziet gaten. Waar de spikes in gaan. Oké, dat is op zich niet moeilijk om te maken. Maar het is wel een coole detail, oké. Ducky Gaddon, ga alsjeblieft uit mijn beeld. Je bent echt al 10 keer in deze video in beeld gekomen. Oké, je moet best wel doorrennen. Dat had ik niet verwacht. De timing is best wel snel. Ah. Oké, kitchen. Oeh. Oh, we zijn nu bij de heart. The heart of the pizzeria, waar alles wordt gemaakt. Waar zijn de mensen? Oh, daar. Oké, oh, die ledemaat. Het is best wel grappig, eigenlijk. Oké, hier. Oh, dit is wel echt de raarste kitchen ooit. Je maalt gewoon alles fijn. Dit is niet echt kwaliteit pizza. Dit is niet... Oké, aan de ene kant noem je dit wel verse pizza. Nou, dit is vrij verse pizza. Oké. Help me. Hoe heb je dan met zulke grote letters kunnen schrijven? Dan heb je ook wel heel erg veel bloed. Ze hebben ook een hele animatie als je erin valt. Jemig, zagen jullie dat? Gewoon een hele cutscene. Een hele cutscene. Oké, dit is oprecht moeilijk. What? Oké, pas op voor de ledematen. No! No, oh, die ledematen. Ze zijn irritant. Oh, nee. Waar gaat deze heen? Oh, daar. Het is oprecht moeilijk. Jemig, joh. Oké, oh, we gaan nu naar beneden. Doom this way, hop on. Wow, dit lijkt echt op Dark Souls of zo. Dan kan je ook in zo'n kooi stappen en dan ga je ook ergens heen. Dit is een nieuw type lift. Dit is een, dit is de futuristic lift. Oh nee. Ik had verwacht dat je hier echt zou teleporteren. Ze hebben gewoon een soort van cutscenes. Dit is echt high quality. Oh, dat is scary. Dat is wel tof hoor. Oké, ik weet niet of deze dingen vallen. Zo te horen niet. En zo te zien niet. Oké. We did it. Oh, nog niet helemaal. Yes. Oeh, dit is scary. Hoe heeft die papa dat allemaal gemaakt? Hij heeft dit allemaal zelf gemaakt, of niet? Want dit mag je niet laten maken, dat weet ik nu al. Ik weet ook niet hoe je aan lava komt. Oké, oeh, this way. Wacht, ben ik nou dom aan het doen? Volgens mij wel. No. Ik ben dom aan het doen. Ik weet het zeker, ik ben dom aan het doen. Maar ik weet niet zeker. Ja. Ik was dom aan het doen. Dan neem ik de verste reling. Dan neem ik de verste reling bij mijn idee van dat ik via de reling kan springen. Exit. Oké, dus letterlijk een seconde hiervoor. Doom is on its way. En dan nu exit. Wait, is dit het? Run home. What do you mean, run home? Oh, nee.
No! Run home. Hij is daar. Hoe is die daar? Waarom is die niet bij zijn pizzeria? Almost home. Hij kan ook springen. Yes, ik ben home. We did it. Home run.